Yo mensen van Wachtwoord, welkom weer terug bij de eerste aflevering van The Sims 3. Er ging iets mis met de poppetjes aanmaken, dus vandaar dat ze even al aangemaakt zijn. Ja, dit is Tim. Ik heb Tim aangemaakt en ik heb Friends Banner aangemaakt. Ja, zo eenmaal overtuigen. Ik heb ze even aangemaakt. Ja, ik had het opgenomen, maar. Ja, het ging niet zo goed met de opname, dus daarom op deze manier. Carrière politiek opstarten. Yep. Daar hebben we wat aan. Ik weet niet wat hij nou weer in het zwembad zit te doen. Tim Kjarik heeft net gezwommen. Oké. Kijk, ik heb hem slons gegeven. Overenthousiast, klunzig, charmeristisch en een vaste slaper. Dat vond ik wel, vond ik al bij hem past een beetje een luie Russiaan. Dus vandaar. En ik heb hem ook de kleding gegeven als een Russiaan. Dus op die manier. We gaan hem eens even zijn nieuwe gebouwtje laten bekijken. Zijn nieuw huisje. Ziet er wel mooi uit. Maar gewoon heen lopen. En ik geef wat aan het design veranderen. Zodat ik echt jaloers mag zijn. Op het huis. Zo. Ik ga hem ergens daar naar plaatsen. Die kant op. Zo. Nee, zo kan ik niet door. Kun je toch wel door of niet? Ik hoop het, we komen er vanzelf achter. Ik heb best neerzetten. Zo dan toch? Geen idee, ik zie wel. Hij loopt in ieder geval naar boven. Ik ga even dat ding draaien. Zodat het een beetje goed staat. Het is ook midden in de huiskamer. Ik ga hem. Maar kan ik hem hier niet neerzetten dan? Nou ja, boeien. Oké, Tim loopt maar gewoon lekker naar het huis toe. Maar heeft hij gewoon zijn behoefte aan? Hij heeft behoefte aan. Eigenlijk niks. We gaan hem even een baan geven. Daar heeft hij wel een behoefte aan. Aan een baan. Even kijken, politiek. Politiek vind je hier, bij de kantoren. Gemeentehuis. Aan politieke carrière beginnen. Ga dat maar doen. Als je de leider van de wereld wil zijn. Dat hebben we ook gegeven namelijk. Zijn levenswens van Tim is de leider van de vrije wereld. Dus hij is de wereldleider. En dat vind ik wel iets voor hem. Want ja, het is Kjarik. En dit is de hoofdstad Kjarisia. En daar wil hij wel de leider van zijn, hè. Dit is het verhaal hoe het allemaal begon. Laat me zeggen. Tim gaat lekker met de lift naar beneden. Zo. Oké, we doen nog een garage hier. Je eigen persoonlijke garage. Cool. Die staat dan weer voor de deur. Met de krant. Aha. Die gaan we later wel lezen. Het Kjarik Dagblad. Heet dat. En wat die gozer. Hoe heet die gozer eigenlijk? Servanta Prattel. Prattel. Oké. Goed. Nou, Tim. Op naar je nieuwe werk, jongen. Ga maar lekker in de politiek. Ga maar lekker veel centjes verdienen. We hebben een strak plan. Zodat je zo meteen ook nog de leider van Kjarik kan worden. Lijkt me tof. Als dat kan. Met je lege broekje en je witte shirt. Zo, je moet ook een eind rennen. Ik kan die taxi hier niet gewoon voor de deur afzetten, joh. Dat lijkt me toch een veel makkelijker plan. Is dit het gemeentehuis? Zo. Het zijn wel rijke tata's, zeg. Hier. En duiven. Duiven? Duiven. Die heb ik dan niet gezien in de Sims 3. Speelt alweer een tijdje, maar. Nee. Politiek, de podiumpoetser. 28 euro per uur. Dat is nog niet echt een topbaan, maar ja, kom vertel ik wel. Carrière opstarten. Wat is dit? Een feest geven. Lijkt me ook wat voor Tim. Feest geven. Nu mag je weer naar huis, jongeman. Gaan we weer naar huis. Eens even kijken wat zij aan het doen is. Ze is een magnetische aantrekkelijkheid aan het lezen. Nou Tim, je weet wat je vrouwtje te doen is. Ik heb haar trouwens ook een levenswens gegeven. En allemaal, hoe heet het? De spel loopt een beetje vast, ook zien. Ik heb ook al een levenswens gegeven en allemaal karaktereigenschappen. Haar karaktereigenschappen zijn dapper, flirterig, goed, netjes en vriendelijk. En haar levenswens is super populair. Ik wist niks te verzinnen, dus waarom ook niet.
Wat zijn dit dan voor mensen, Joep? Rare mensen die het gebouw wonen, ja. Als ze Tim zien, dan geloven ze waarschijnlijk ook wel dat het een raar mens is. Ja, je belt. Je belt beneden op mijn telefoon terwijl ik gewoon naast je sta. Juist. Even in het echte. Oké, ik sta naast iemand en ik ga hem bellen. Je kan ook gewoon praten. Dat kost je namelijk minder beltgoed. En het spel ook weer is vast. Heeft het spel toch met vastlopen? Ja, je bent toevallig ergens naar op zoek. Nou, niet naar mij. Waar heeft Tim behoefte aan? Tim heeft behoefte aan een beetje hangen voor de tv. Laten we even tv gaan kijken. Daar is hij trouwens. Wat zit je te doen, man? Tim, waar ben je mee bezig? Jij moet niet naar beneden. Jij moet naar boven. Ga eens heel snel die lift in. Ga eens heel snel. Tim, het is niet de bedoeling dat je met liften gaat spelen. Het is de bedoeling dat je hiermee vervoerd wordt. Naar boven en naar beneden. Snap je? Ja. Zo. Zo, even kijken hoor. Wanneer moet hij eigenlijk werken? Hij moet, carrière, podiumpoetser. Het begint over 1 dag en 1 uur. Oh, heeft wel een chill eventje, want hij moet pas om 1 uur werken. Handig. Ik werk ook liever 's middags dan 's ochtends hoor. 'S ochtends is veel te vroeg je bed uit. Hou ik helemaal niet van. Nou Tim, ga jij maar lekker tv kijken. Ga maar even lekker ontspannen. Voordat je gaat werken morgen. Yo kijkers van Pachort. Dit was de eerste Sims 3 aflevering. Ik weet niet of het een beetje korte kant is of de late kant. Maar ja, ik kan niet zo'n tijd niet zo goed bijhouden bij de Sims. Als jullie nou even abonneren op Pachort. En als jullie nou ook even naar de andere series gaan kijken. En ook naar de vervolgende series hiervan. Dan ga ik deze serie vaker uploaden. Dames en heren, bedankt voor het kijken. En ga even abonneren. Mazzel!